We starten met het gesprek dat we hebben gehad met Ton Pijpers. Er is een triathlon die op zondag 14 april gehouden zal worden. Een triathlon dat heeft te maken met drie takken van sport. Zwemmen, fietsen en hardlopen. En hij vertelt ons meer wat er zal gebeuren op zondag 14 april. Het event vindt zondag plaats, 14 april. We starten om 7 uur. De aanmelding is om 6 uur. We hebben even wat tijd nodig om de mensen hun spullen te geven, et cetera, nog wat dingen te vertellen. We gaan beginnen met zwemmen. 750 meter zwemmen in Tjubloem, dat is het zwembad van Klevia Park. Daar gaan 35 banen gezwommen worden door iedereen. Vervolgens, het volgende onderdeel is fietsen. 21 kilometer fietsen. Dus na het zwemmen begeeft iedereen zich naar de wisselzone, waar de fietsen opgesteld staan. Begint dan met fietsen, 21 kilometer fietsen. Na het fietsen, laatste onderdeel, hardlopen, 5 kilometer in de buurt van Klevia Park. Ja. Ter verduidelijking, de triathlon gaat het om drie onderdelen. Ja. De mensen die zich opgeven, maakt het dus uit? Je moet toch wel een bepaalde conditie hebben? Ja, je moet zeker een redelijk goede conditie hebben om zo'n afstand te kunnen zwemmen. De zwemafstand 750 meter, toch? Mm-hmm. De snelle mensen die doen dat misschien binnen een kwartier. De wat langzamere 20 minuten tot misschien een half uur. Maar dat maakt niet uit, want het is een fun triathlon. Mm-hmm. Dus ja. Het gaat om het plezier wat de deelnemers hebben. We hebben ook een onderdeel naast de heren en de dames die de hele sprint triathlon afleggen. Hebben we ook de mogelijkheid voor estafette teams. Okay. En een estafette team bestaat uit een zwemmer, mm-hmm. een fietser en een hardloper. Okay. Dus die kunnen het verdelen onder elkaar. Ja. Die kunnen gezamenlijk een prestatie neerzetten. Ja. Dus iemand die goed zwemt, die hoeft dan niet op de fiets. En een goede fietser hoeft niet te zwemmen, et cetera, et cetera. Het event is dus zaterdag aanstaande. Zondag. Zondag 14 april. Wat kunt u me vertellen over het aantal mensen die zich al heeft opgegeven? Nou, dus dit is de eerste keer sinds 5 jaar dat er weer een triathlon in Suriname is. De laatste triathlon was in 2019, dus voor COVID. Waar de Triathlon Unie ook een belangrijke bijdrage aan had. Gesponsord door Staatsolie, Parima Triathlon. Daar had je een kwart Olympic distance en ook sprint triathlon. Met heel veel deelnemers. Kijk, nu, na 5 jaar, organiseren we er weer eentje. En ik ben ontzettend blij met het aantal deelnemers, toch? Want we hebben bijna 20 individuele deelnemers. Mm-hmm. En we hebben 10 teams van 3 deelnemers van elk team. Dus ik ben niet ontevreden over de eerste keer dat we dit weer doen. En de bedoeling is eigenlijk om het niet eenmalig te laten zijn, maar om het een terugkerend event te laten zijn bij Klevia Park. Want de bedoeling ook van Klevia Park is om wat meer sport toe te voegen aan de agenda van Klevia Park. Er zijn erg veel activiteiten daar, gericht op culturele zaken, veel op kinderen. Maar we willen wat meer beweging, wat meer sportieve lifestyle willen we eraan toevoegen. Want Klevia Park is onderdeel van Intermed Group. Intermed Group staat bekend vanwege bedrijven als MyLab, Diapura, NDC. Is allemaal opgericht op zorg, toch? Maar dan ben je preventief ben je curatief bezig, hè? Dus genezend. Ja. Maar de bedoeling is ook dat we preventief bezig zijn, sporten. Toch? Met healthy lifestyle promoten. En healthy lifestyle is niet alleen maar diëten, niet alleen maar op je gewicht letten, toch? Maar ook veel bewegen. Ja, dus er gebeurt toch aardig wat te Klevia Park? Ja, dus we zijn begin van dit jaar gestart met powerwalk sessies. Stevig doorwandelen, 5 kilometer per uur. En dat krijgt ook steeds meer belangstelling als je gaat kijken naar het aantal deelnemers. We zijn ook bezig met visueel gehandicapten om die te laten sporten. Want die hebben ook recht op sport en beweging. En ook een beetje uit het isolement te komen. Mm-hmm. Maar in het algemeen, beweging, sport is een hele goede basis voor een gezonde levensstijl. Ja. Als je dan in combinatie daarmee let op je voeding, voldoende drinkt op een dag, dan
kun je ook bezoeken aan de huisarts, specialisten, ziekenhuis en zo. Voorkomen, beperken. Toch? Dus dat is eigenlijk de bedoeling om met een gezondere lifestyle ook gezondere Surinamers te creëren. Goed, de mensen die zich nog willen opgeven voor de triathlon van zondag 14 april, waar kunnen ze zich opgeven en tot wanneer? Nou, het wordt een beetje krap, toch? Ja. Want de beperking is het zwembad. Mm-hmm. Het is geen heel groot zwembad. Dus we zitten nu al met een aantal mensen per baan, toch, in het zwembad. Het kan nog wel, maar dan moet je heel snel zijn. Ja. Je kunt via de Facebookpagina kun je bij een formulier komen waarop je jezelf kan opgeven. Maar het is echt heel krapjes. We hadden het daarnet ook erover. Internationaal gezien is dit dus de standaard voor een triathlon. Ja, dus kijk, de hele afstand voor een triathlon, Ironman wordt het ook wel genoemd. Ja. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen. En een marathon, 42 kilometer hardlopen, dat gaan we dus niet doen, want dan ben je een hele dag en de hele avond bezig. Dit is maar het minimum. Dus wat gebruikelijk is de Olympic distance, dat is ongeveer een kwart van die totale afstand. En de sprint distance is ongeveer 1/8 van een Ironman. Dus dan zit je op, nou inderdaad, 750 meter zwemmen. 21 kilometer, nou, de standaard is eigenlijk 20 kilometer internationaal. Wij doen 21 kilometer, heeft te maken met het parcours waar we fietsen. En die 5 kilometer is ook 1/8 van een normale marathon. Goed, succes en we kijken dus uit naar het succes van dit event, de Klevia Park. Oké, dankjewel. En we hopen op een hele gezellige dag vooral. Ja.